Ja, Nijmegen is de vierde gezondste stad van Nederland. Dat blijkt uit een vorige week gepubliceerd gezonde stadindex van Acrades. Acrades vergeleek 25 Nederlandse steden onder meer op het gebied van mobiliteit, bebouwing en milieu. Hoewel Nijmegen vrij hoog staat op de lijst, is de stad ten opzichte van vorig jaar toch twee plekken gezakt. Wat moet Nijmegen doen om volgend jaar weer tweede of zelfs de gezondste stad van Nederland te zijn? Een gezonde stad is een stad waar het prettig is om in te wonen, waar een goede luchtkwaliteit is en waar heel veel groen is. Mensen goed naar buiten kunnen en waar ook de bereikbaarheid van voorzieningen voldoende dichtbij is voor mensen om goed te kunnen wonen. Wat moet Nijmegen doen om volgend jaar op plek 1 te staan? Nou, dat betekent dat Nijmegen zou moeten investeren in een gezond milieu. En waar ze ook aandacht aan moeten hebben is voor het groen in de stad. Je ziet dat het gebruiksgroen, dus waar mensen kunnen verblijven en ook iets kunnen doen, dat bij Nijmegen wat minder is dan in andere steden. Nijmegen heeft de afgelopen jaren al flink geïnvesteerd op het gebied van groen. Zo vindt deze beleidsadviseur. Nijmegen doet heel veel dingen om te vergroenen. Zo is het bomenplan afgelopen jaar vastgesteld, waarbij elk jaar 1000 bomen aan de stad wordt toegevoegd. Daarmee wordt de stad een stuk groener. En het stadseiland, waar we natuurlijk hier vlakbij staan, is een plek die de gemeenteraad heeft besloten om het groen te houden. Dus dat blijft een groene plek voor de stad. Toch kan dat volgens Acrades nog beter. Nou, wij zeggen altijd kijk of je wat hoogwaardig groen, noemen wij dat. Dus een plek waar je kunt zijn, kunt verblijven en elkaar kunt ontmoeten. Dus waar meerdere dingen tegelijk zijn. En het aanleggen van dat soort plekken, daar zou Nijmegen meer aandacht aan moeten besteden. Op dit moment staat Nijmegen dan op plek 4 van de gezondste stad. Is jullie doel om volgend jaar op nummer 1 te staan? We hebben natuurlijk altijd als gemeente streven om hoog in dit soort ranglijsten te staan. Omdat we een gezonde stad willen zijn natuurlijk. En we zijn ook volop aan het vergroenen. Zoals heb ik niet benoemd, de binnenstad. Waar een aantal acties voor de actieplan Binnenstad zijn geweest om ook de binnenstad weer groener te krijgen. En daarmee hopen we ook natuurlijk een gezondere stad te worden. Ja, dus bijvoorbeeld de stadstuintjes. De stadstuintjes geven groen, initiatief ondersteunen van bewoners, zoals bij het Stevenskerk waar een plein vergroend is. Ja. Dat soort initiatieven.